hier in de wc. Het vochtprobleem ontstond in de badkamer en is van daaruit door het hele huis getrokken. Dan heb je hier in de huiskamer, dan zie je die lek. En dan heb je hier dus bij het behang, heb je dus allemaal schimmel. Hieronder dus ook. En dan daar, maar ja, die is nou opgedroogd, heb je dus allemaal schimmel. Hier zat allemaal schimmel. En dan, die muur is dus kletsnat. En dan heb je hier, dus ook, die is nou opgedroogd, maar ook schimmel. Heel de vloer, die is dus ook kletsnat. Hebben ze dus gemeten. Het probleem was er waarschijnlijk al 3 jaar, maar 5 maanden geleden kwam het gezin erachter. Bron van het kwaad was de kraan in de badkamer. Hieronder zat dus een gat die ze dus vergeten waren dicht te kitten. Denk de randje of zo. Dus daar kwam al het water, elke keer als wij douchten, erin. Dus ja, heel de muur kletsnat. De woningcorporatie heeft de kraan en de tegelmuur inmiddels vervangen. Maar Gwendalie zit nog steeds met de gebakken peren. De schimmels die niet weg zijn, het vochtigheid, allemaal gezondheid. Ik heb hier wel 3 kinderen, dus ja, je wilt toch dat er iets aan gedaan wordt.